Het ministerie van Volksgezondheid heeft vanmorgen een workshop gehouden met als thema Social Contracting for HIV Services, oftewel ondersteuning aan de lokale overheid bij de financiering van de bestrijding van HIV. De workshop was bestemd voor alle organisaties en overheidsinstanties die zich met de bestrijding van HIV bezighouden. De Global Fund heeft vanaf 2002 elk jaar wereldwijd de financiering voor de bestrijding van HIV verhoogd. 2015 was echter het eerste jaar dat de financiering minder is geworden. Volgens Cleopatra Jesserun, directeur van Volksgezondheid, gaat Suriname een periode tegemoet waarbij het land minder fondsen van buiten zal ontvangen. Dit komt omdat Suriname, met name de NGO's, het goed doen met de bestrijding van HIV. En de overheid kijkt naar mogelijkheden om nog meer over te nemen, om betere afspraken te kunnen maken met de NGO's, hoe we beter kunnen samenwerken, om zodoende tot nog betere resultaten te komen. En natuurlijk om de duurzaamheid te kunnen garanderen. U snapt dus best wel, wanneer fondsen gaan verminderen van buitenuit, moet je eerst kijken naar een plan van hoe ga je dan doen om dit te kunnen opvangen. De NGO's doen al het geweldige werk met de HIV-bestrijding. En we willen dus nu, vooral met het oog op HIV-bestrijding, willen we naar social contracting gaan. Dat wil dus zeggen, gewoon de mensen, de NGO's, betere contracten, betere afspraken met ze te maken. Het doel dat we daarmee willen bereiken is de duurzaamheid natuurlijk garanderen, continuïteit van deze service die deze NGO's verlenen. Maar naast dus dat we de service dan ook kunnen blijven garanderen, dat dat met betere afspraken gemaakt kan worden. Volgens Derek Springer, directeur van de Pan-Caribbean Partnership Against HIV/AIDS, PANCAP, is de duurzaamheid van donorfinanciering belangrijk voor Suriname. Springer zegt dat sinds de oprichting van Global Fund het aantal besmettingen in Suriname duidelijk minder is geworden. In terms of addressing the issue of elimination of mother-to-child transmission of HIV and congenital syphilis, we have seen significant capacity building of civil society organizations. We have also been able to see a significant scale-up in terms of treatment of persons who are living with HIV. We need to ensure that those services continue beyond the transition from external donor funding, and therefore it is critical for us to ensure that countries can develop the kind of strategies, can look at how best they can support their national programs. In order to facilitate this, we've had support from our development partners like the Global Fund and PEPFAR and others to conduct transition readiness assessment to determine the country's readiness to transition and to develop sustainability plans. PANCAP-directeur Derek Springer, hij sprak vanmorgen tijdens de door het ministerie van Volksgezondheid georganiseerde workshop over financiering van de bestrijding van HIV.